Breda wil meer. Ze willen groeien op alle vlakken. Er moeten meer mensen bij, meer internationale bedrijven en 60 hectare bedrijventerrein. Er moeten ook 6000 nieuwe woningen komen in 4 jaar tijd. Breda wil namelijk een grote internationale stad worden. Gisteravond presenteerde VVD, D66 en PvdA het bestuursakkoord met de naam Lef en Liefde. Centraal in het akkoord staat de grootstedelijke ambitie. We zijn geen provinciestad meer. We zijn echt een grote internationale speler aan het worden en dat willen we ook doorpakken. En Breda staat echt op een keerpunt. We moeten nu investeren zodat jonge mensen in Breda kunnen blijven wonen, dat bedrijven zich in Breda gaan vestigen. We hebben een HSL-verbinding naar Antwerpen en naar Brussel. We hebben 5 vliegvelden binnen een uur afstand van Breda. Een geweldige uitgangspositie voor een grote internationale stad. En we willen die slag nu ook echt gaan maken. Want als wij een klein provinciestadje blijven, dan gaan we het niet meer redden.